Oranje Movies. Ja, maar het kan toch niet anders dan dat dit de allerbeste Star Wars film ooit gaat worden. Ik heb er zoveel zin in. Nou, ik heb hem gezien in de bioscoop en ik kan je eerlijk zeggen dat op het einde wanneer Kylo Ren gaat lopen, dan... Dude, ik hoef geen spoilers. Ik ken heel langer dan vandaag. Nou, ik vond Jar Jar Binks heel cool. Woo! Go Jar Jar! Woo! Hey jongens, sorry dat ik jullie belangrijke gesprekken over Star Wars onderbreek, maar ik moet er zo vandoor, dus ik ga alvast mijn kerstcadeaus geven. Kijk, voor jou. Thanks man. Ik heb alleen geen tijd gehad om ze in te pakken. Dankjewel, maar dat mag de pret niet drukken. Dus jongens, een hele fijne kerstmis en ik spreek jullie snel weer. Yo yo hè. Hey later. Doei doei. Hey later jongens, fijne kerstmis hè. Yo. Ik heb gewoon een heel kerstmistasje gekregen. Als ik jou was, zou ik er blij mee zijn. Ik heb alleen maar een banaan, twee condooms en tissues. What the fuck? Ik heb gewoon een geweer gekregen van die man. Hij is het padje kwijt. Oh, moet je kijken. Ik heb een virtual reality bril gekregen. Oh ja hoor, hij heeft natuurlijk weer een mooie cadeau en dan zit ik hiermee. Sorry hoor. Spoilers. Maar er staat wel iets geschreven op jouw tissues. Niet lezen! In The Sixth Sense was Bruce Willis de hele tijd al dood. Badr Hari heeft seks met Cristiano Ronaldo. We hebben allemaal spoilers gekregen. Nee, niet iedereen. Hij heeft geen spoilers. Heus wel, ik moet nog beginnen aan een nieuw voetbalseizoen. Dit is een spoiler. Oh mijn god, wat is er? Deze bril. Hij zit vol met... Waarmee? Waarmee zit hij vol? Spoilers! Star Wars! Met te veel spoilers! Ik ga nu sterven! Hier kan maar één iemand achter zitten. Inderdaad, Mark Rutte. Precies, nee, niet Mark Rutte. Die dude die daar net wegging. Hij zit hier achter. Oh, dat kan ook. Ik dacht dat je Mark bedoelde, maar... Dat kan ook. Ga jij er achteraan met je geweer? Ik ga wraak nemen voor onze overleden vriend. Jij zal niet voor niets gestorven zijn. Voor mij begon een avontuur. Ik liet al mijn vrienden achter. En ik ging naar een plek om mezelf te trainen. Ik heb mezelf kung fu en karate geleerd om één te zijn met het universum. Om alle energieën aan te kunnen voelen en te kunnen sturen. Ik heb zelfs in de wildernis moeten overleven met af en toe her en der een tasje gevuld met eten. Het heeft me 4 maanden gekost om erachter te komen dat dit totaal waardeloos was. Of ja, ik kwam erachter dat ik eigenlijk deze hele training niet nodig had, want ik had een geweer. Ik kan hem ook gewoon doodschieten. En nu kwam ik er zelfs achter dat onze dader zijn identiteit heeft veranderd. Dit door middel van een snortransplantatie. Ik weet zeker dat de dader dit hotel is binnengekomen. Sterker nog, ik heb zijn kamer gevonden en ik sta nu verborgen. Logboek, tot zo. Lang niet gezien, mijn oude goede vriend. Sorry, verkeerde kamer. Dit is de roomservice. Kamer is weer schoon en zo. Ja. Hey, fijn weekend hè. Later. Logboek poging 2. Ik sta nu achter de gordijnen van echt de goede. Oké, ik sta nu op de goede kamer. Ik spreek je zo. Zo, lang niet gezien, ouwe. Oh. Dus alweer de verkeerde. Oh, ik bedoel, roomservice. Woehoe! Logboek, poging 3. Ik sta weer achter een gordijn. Er komt weer iemand aan. Ik spreek je zo wel weer.
Wat een verrassing! Jee, dit ziet niemand meer aankomen nu. Jee, jij bent onder schot. Oh. Bardo? Hey man, lang niet gezien. Hoe is het? Eindelijk de goeie. Weet je wat? Ga jij even zitten. Ja, is goed. Allereerst wil ik je hartelijk bedanken voor dit geweer. Ik zal het goed gebruiken. Wacht even. Je weet dat ik niet degene ben die achter de spoilers zit, hè? Ja, dat weet ik wel. Maar de rest, die weet dat niet. Maar dan heb jij... Yes, ik heb zelf overal de stickers opgeplakt. Perfect. Door jouw vroege vertrek ben jij per direct bij iedereen verdacht. Dus ik moet je eigenlijk op een hele rare manier bedanken. Want zonder jou... was dit nooit gelukt. Jij klootzak! Als ik nu een kogel tussen jouw wenkbrauwen jaag, zal ik nooit meer ergens van verdacht worden. Sterker nog, ik ben de held van het verhaal, dus laat het je! Kerel, jongen, de missie is gelukt. Het is geslaagd. Welke missie? De missie om al je vrienden te vermoorden? Moet je luisteren. Yes, ik heb zelf overal de stickers opgeplakt. En door jouw vroege vertrek ben jij per direct iedereen verdacht. Jij klootzak. Ik ben de held van het verhaal, dus... Oh mijn god. Alleen ben je één heel belangrijk ding vergeten. En dat is je wapen. Je hebt hem laten liggen. Tijd om dit te stoppen. Ah! Wacht, ik heb natuurlijk een geweer. Ik kan gewoon schieten! Het is niet te geloven, ik rennen met een geweer. Ik was ook echt bang gewoon. Oké. Nu moet je echt sterven. Oké, sorry. Hij was mis! Oh, mis. Poging 2. Alweer mis! Je kan niet eens... Je leeft nog steeds? Oh, dan maar zo! Zo, die is dood. En nu, tijd voor Star Wars. Op het einde van Star Wars The Force Awakens is R2-D2 de vader van Chewbacca. En Avatar Anne heeft een relatie met Goku, terwijl Yugi en Ash Ketchum bij Palatown meekijken en Han Solo gaat... Spoiler! Sorry.